5-3 voor de laatste kilometer op de A2. In de volgende 5 minuten geef je een objectief en eerlijk beeld van een potentiële werkgever. Ik ben Thomas Bouwman en vandaag gaan we langs bij Every Web Solutions. Nou, dit is de Vinkestraat waar we zitten. En het Centraal Station is ongeveer 10 minuutjes lopen die kant op. Ja, iemand die hier komt, die moet hier komen om niet zozeer om hier voor ons te werken, maar om zichzelf te ontwikkelen. Oké, dus het is maatwerksoftware. Ja, het is echt maatwerksoftware. We ontwikkelen dus producten die onze klant weer aanbiedt aan hun klant of iets dergelijks. Ja. Dus er zijn altijd relaties voor. Ja, iemand investeert natuurlijk niet in een product van, om het een jaar te gebruiken. En ja. Aangezien de klant het vaak aanbiedt aan hun afnemers, hun klanten, hun partners, komt er ook weer genoeg input terug om dat product door te blijven ontwikkelen. We hebben inderdaad 3 jaar geleden zijn we met het product begonnen. Nou, daar hebben we ondertussen nu 3 versies van gemaakt en elke keer zijn het gewoon nieuwe afspraken. Florian, wat is je functie? Ik ben softwareontwikkelaar hier bij Everweb. Ja? Ja, ik programmeer dus. Waarom zou ik nou voor jou moeten komen werken? Ik wil een omgeving hebben waarin het team van mensen wat er zit, ja, gewoon een zo hoog mogelijke efficiëntie en flexibiliteit kan behalen. En daardoor denk ik dat het eigenlijk iedereen zijn verantwoordelijkheid is om het maximale uit iedereen te halen. En dat zou je een hoop stimuleren om zelf ook mee te groeien daarin. En dingen aan te pakken. En daar is er ook heel veel ruimte voor. Dit is jouw dagelijkse werkplek? Ja, meestal wel. Deze kleren draag je normaal? Ja, ook. Ja? Wat is een stropdas om? Heel af en toe met begrafenissen. Maar verder niet eigenlijk. Nee? Drink je veel koffie? Ja. Ja? Ja, ik wel. Ik werk op dit moment aan een portfolio systeem. Ja. En dat is een leerling volg jezelf systeem. Ja. En het gaat dus voor middelbare scholieren, VMBO scholieren. Ja. En daar zijn we nu druk mee bezig, met ons team. Dus ik natuurlijk, maar ook met anderen. En het gaat goed, de ontwikkeling loopt goed, de planning wordt gehaald? De planning wordt gehaald. Ja. Staat altijd wel druk op natuurlijk, maar het is belangrijk. Want dat betekent dat het goed gaat. Welke taal programmeer je nu? Ik ben nu bezig met JavaScript. JavaScript? Ja. En is dat een specialiteit van jou? Nee. Nee? Dus je niet probeert jezelf daarop te ontwikkelen, zeg maar? Ja. Beter in te worden. Hier even een rustig zithoekje. Lekker chillen, zeg maar, als je binnen bent. Heel belangrijk, koffiezetapparaat. Het meeste wordt hier gewerkt aan de werkstations. Florian zit daar, Matthijs, Nico achterin. En hier onze Apple-hoek. Muziek luisteren. De meeste mensen hebben wel een iPod, dus die gaat er zo in. In principe hebben we ook flexibele werkplekken, maar we proberen dat zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Dat mensen een beetje een eigen plekje van kunnen maken. En hier vergadertafel, CQ, lunchtafel. Verstopt in de hoek een Xbox die gelukkig niet zo heel vaak gebruikt wordt. Maar af en toe moeten we toch even een potje racen tegen elkaar en dan kan die wel eens van pas komen. Wat zou er volgens jou binnen deze organisatie beter kunnen? Wat zou er beter kunnen? Ja, goed, er is een hoop werk en er zijn weinig mensen. Dat lijkt me wel de eerste verbetering. Gewoon meer mensen, zodat we wat meer ruimte krijgen. Dus je blijft ook ondernemen? Ik blijf zeker ondernemen.